Dus dat houden we erin. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet ze van jullie dag. En geniet ook zeker weer met ons mee. Doei! Ja, en toen was vrouwtje weer thuis, hè? Ja, en wat heb ik hier voor dierendag voor jullie? Oeh, en dat is lekker. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Want ja, daar zijn jullie weer bij aanbeland. Zeker te weten. Het is vandaag alweer reeds dinsdag, de 4e van de 10e 2022. En het is vandaag Dierendag. Ja, ook dat nog. En jullie zien het er al. Ook Claudia is aanwezig. Maar die gaat zo meteen alweer weg. Want die is bijna klaar. Althans, klaar. Je raakt nooit niet klaar met een huishouding. Of wel dan? Nee. Gaat altijd door. Dag en nacht. Maar in ieder geval. Het is vandaag Dierendag. Ik moet ook nog boodschappen doen. Dus ook de diertjes worden straks verwend. Ze zijn al uit geweest hoor. Ja, lang al. Jazeker. En ik moet natuurlijk vanavond weer lopen voor de dierenbescherming. Dus dat komt allemaal goed. Dat allemaal op Dierendag. Ja, en ze maken er weer een puinhoop van, hè? Terwijl Claudia net klaar is. Want die heeft net de stofzuiger opgeruimd. Ja. Hè? Zoals de boefies. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Ik wens jullie in ieder geval wel weer allemaal een hele fijne dag toe. Ook een fijne dierendag uiteraard. Want ja, je leeft toch op 4 oktober, de 4e van de 10e 2022. En dat gaat gewoon door. En dat feest moet je gewoon erin houden. Ja, wat ze ook allemaal willen, we houden er gewoon in. Ja. En ik hoop ooit, dat ook Zwarte Piet weer terug mag komen. Ja, want je moet toch van kinderen afblijven, wordt er gezegd. Nou, dat wordt niet gedaan. En zo heeft veel meerdere dingen. Maar daar ga ik me nou niet over uitweiden. Nee, daar heb ik geen zin in. Het is vandaag feest voor de diertjes. Dus dat houden we erin. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet ze van jullie dag. En geniet ook zeker weer met ons mee. Doei! Ja, en toen was vrouwtje weer thuis, hè? Ja, en wat heb ik hier voor dierendag voor jullie? Oeh, en dat is lekker. Ruikt lekker, hè? Ja, hè? Ja, dat ruikt lekker, hè? Of niet dan? Nou. Oh. Oei, oei, oei. Oeh, dat is lekker. Die gaat de mond in de mee. Pak het dan. Hier, pak het. Nee, eigenlijk. Lekker, het meisje. Ja, en we hebben daar onze andere meid. Die zit daar lekker te kauwen en te doen, hè. Oei, is ze zo lekker, hè. Ja. Ik heb een foto gestuurd, ja. Oké, schat. Nou, ja, we gaan weer sluiten. Zo, lieve vrienden. Ja, ik had er net ook even visite meegenomen, maar die wil ik niet in de vlog hebben. Nee, dat gaat het nog niet worden. Maar in ieder geval, omdat het dierendag is, heb ik dus wat lekkers meegenomen voor de hondjes. Maar ik heb nog meer. Mag ik er even bij, schat? Ik heb voor Gandalf wat gekocht. Krijgen ze vanavond. 2 maal dit. En voor Gandalf nog een keer van die stokjes. Maar ja, dat komt vanavond. Ik heb boodschappen gedaan dus. Ik zal die trouwens even gelijk in de koelkast doen. Ik heb ook de patat heb ik al in de vriezer. En ik heb hier een tas vol, maar dat kan ik nou niet meer opruimen. Dat komt nog wel. Er ligt gelukkig niks in wat
bederfverkend, koffie, frisdrank, 1 flesje bier, 3 kleine flesjes wijn en daar zit een verhaal aan vast dat ik dat gekocht heb. Dit is voor Sint Maarten. Vleeswaren, ja oké, maar daar kunnen ze gelukkig niet bij en ik zet het eventjes zometeen, ik zet het tegenlicht, zometeen even in de, ja, zet ik het in de kast even neer. En dan haal ik het vanavond wel leeg, want ik moet zo eerst lopen. Het is alweer 5 uur geweest, dus ja, ik ga mijn eigen zo klaarmaken om te lopen voor de dierenbescherming. Maar ik ben ook verdrietig. Ja, Mary die, ja, ik weet niet, maar ik heb er het een en het ander gestuurd. Van de week, omdat ze er zelf naar gevraagd had. Laat ik dat wel zeggen, hè. We hadden het erover en toen... we hadden een gesprek ergens over. Ik zei, nou, ik zeg, als ik het weer vind, dan zal ik het je toesturen. Ja, is goed, zegt ze zelf. Mooi. Dus ik vond het weer en ik heb het naar haar toegestuurd. Nou, zeg, schijnt ze dus, dat heeft ze ook weer doorgestuurd, weer naar een ander. Die krijgt een virus binnen. En dan krijg ik de schuld dat ik een virus op mijn mobiel heb. Nou, mijn mobiel die is helemaal ultra beschermd tegen die troep. Mijn computer is tegen die troep beschermd. En ik heb het met mijn mobiel gedaan. Nou, die is zo schoon als wat. Ik verstuur geen virussen. Absoluut niet. Dan heeft ze me zo boos gemaakt, want ze vertelt het ook doodleuk weer tegen Marianne. Ik krijg dat weer van Marianne te horen. Maar Marianne, die is ook nog eens een keertje nog zielig, omdat ze net een trouwdag van haar overleden man achter de rug heeft. Ja, ho, wat heb ik? Hallo, 11 oktober. Nee, ik bedoel 2 oktober. Jongsleden. Had ik 11 jaar getrouwd kunnen zijn voor de kerk. Maar wie is er dan om met mij even te troosten? Of weet ik veel wat? Nobody. Ik kan hier zo kwaad om worden. Zo verdrietig. Mary heeft nou boos opgehangen. Omdat ze niet mij wilt horen. Omdat ik boos ben. Moet ik dat dan wel aanhoren als zij boos is? Ook Mary, jij bent wel eens boos op mij. Ja, en dan moet ik jou aanhoren. Nou, ik ben nou boos op jullie. Ja, simpel. En dit komt in de vlog. Het maakt me geen reet uit. Maar jullie zullen het horen. Simpel. Denk eerst na. Voordat je mij de schuld geeft. Met een vinger naar mij. Nee, kijk je eigen toestel daarna. Want ik heb geen virus op mijn toestel. Want dat zou van iedereen dat krijgen te horen. Jij bent de enige die mij zegt dat ik een virus heb. Ik heb niemand die mij dan verder vertelt dat ik een virus heb. Als dat was geweest, dan had je geloofd. Maar ik heb geen virussen, want mijn mobiel is beschermd tegen alle virussen. Er kan geen virus inkomen. Ja, dan moet een haag het misschien doen, maar die lukt dat niet. Ja, dus ik stuur geen virussen. En als jouw mobiel, jij zegt, ik werk met Apple... Zeg jij tegen mij. Nou, en Apple, die kan ook geen virussen ontvangen of wat dan ook, zeg jij. Dus ja, als dat zo is, dan heeft die andere dat. Die heeft dan een virus. Maar ik stuur niks door met waar een virus in zit. Want dat kan niet, want dan is mijn eigen telefoon besmet. En mijn telefoon is niet besmet en dat weet jij. Ja, maar je kijkt niet eens op je mobiel. Want ik heb je foto's doorgestuurd van mijn meisje Karin. Maar zelfs daar kijk je niet eens niet naar. Nou, hè? Zijn we er? Ik ben boos, ja. Omdat gisteren laat je niks van je horen. Ik heb gisteren wel wat laten horen. Want ik heb geprobeerd te bellen. Al wie erop nam, jij niet. Misschien dat je er niet was, dat weet ik niet. Maar dan kan je nog later zien dat ik gebeld heb. Maar ook daar krijg ik geen gehoor op. Nou, heb ik je vandaag hele mooie foto's doorgestuurd. Nee, gisteren al. Hele mooie foto's doorgestuurd. Krijg je niks om te horen. Van, goh, waar is dat? Zo was je voorheen wel. Maar krijg niks te horen. Goh, waar is dat? Wat mooi, of wat dan ook. Nee, nog een jendal.
Dat hoeft niet. Ja, maar nu, ja, je hebt het zelf verknald. En ik bied mijn excuses niet aan, want ik heb niks fout gedaan. Maar jij geeft mij de schuld. En daar ben ik het zat mee, want ik heb geen schuld. Want ik heb geen virussen gedeeld. Dus kijk eerst maar naar je eigen telefoon of laat dat die andere vrouw maar de telefoon nakijken. Maar ik heb geen virus op mijn telefoon. Want als ik een virus heb op mijn telefoon, ja, dan hadden die foto's die ik je doorgestuurd had ook virussen moeten hebben. Alle berichten die ik naar alle andere mensen doorstuur, hadden virussen moeten hebben. Hebben ze niet. Dus vertel mij dan hoe ik die virus naar jou toe kan sturen. Gaat het niet worden. Denk na. En Marianne, jij? Nou, moet je luisteren. Je belooft 100 keer wat aan mij. Maar laten we eventjes een voorbeeld nemen. Hè? Hoe heet die plant? Die pannenkoekplant. Je zou hem overpotten, van de zomer al. Nou, je weet zelf al, dat hoeft niet meer. Want je bent één keer nog geweest. En toen heb je gezien hoe en wat. Heb ik ook verteld hoe en wat. Wie het gedaan had. Maar, ja, maar zo beloof je ook bij Mary. Maar daar kom je ook niet na. Nee, want je hebt het altijd druk. Prima. Niks op tegen. Ik heb het ook al eens druk. Ik moet nou eigenlijk al wegwezen. Ik moet lopen voor de dierenbescherming. Maar ik maak dit wel af. Ja? Maar in ieder geval, ik vind het zo niet leuk. En ja, dan moet ik zeggen, oh sorry schat. Weer gecondoleerd en ja, gefeliciteerd met je trouwdag. Ja, dat gaat dat niet worden. Doen jullie bij mij ook niet. Dus waarom zal ik het dan wat bij jullie doen? Nee, doe ik niet. Er zijn meerdere dingen wat erger is. Brand iemand dood zien gaan. Ja, en dat heb ik ook zien gebeuren. Ja. Ik ben mee naar de oven geweest. Dat heb jij niet gedaan. Ik heb toestemming moeten geven. Heb jij niet hoeven te doen. Ja, er zijn ergere dingen om mee te maken. Wat je je ergste vijand niet gunt. Zoals hij daar in Den Haag niet. En dan weet je wel wie ik weer bedoel. Hè, maar je gunt het je ergste vijand niet om dat mee te maken wat ik mee heb gemaakt. Ja? Maar het is iedere keer zo. Ik hou ontzettend veel van je, onthoud dat. Maar ik vind dit gewoon zo niet leuk dat je zo met Mary omgaat, met mij omgaat. En ja, hoe je naar Mario toe bent, weet ik niet. Ik weet enkel dat Mario één keer in de zoveel keren bij jou komt om te schilderen. Prima, niks op tegen. Maar ik vind het zo niet leuk. Je belooft en je belooft. Maar je komt ze niet naar, want je hebt het iedere keer te druk. Of je zegt het af, want je hebt dan weer een dubbele agenda lopen. Omdat je weer een afspraak al had met een ander. Ja, dan moet je je agenda goed bijhouden. En dat doe je niet. Nee, als je een afspraak maakt, moet je die nakomen. Ja, en heb je agenda niet bij je, dan zeg je, sorry, ik kijk eerst even in mijn agenda of ik niks heb. En dan bel ik of ik heb het je wel door. Maar ook dat heb ik je 100 keren gezegd. Maar nakomen doe je dat ook al niet, want je doet het gewoon niet. Ja, wanneer ik zou bij je komen om jou te interviewen over je schilderkunsten. Jij zou in je agenda kijken wanneer. Net zo meer met je tuin. Jij zou kijken wanneer. Ik moet het nog steeds van je horen. Maar dat gebeurt gewoon niet. Nee, nou en ik blijf er niet achteraan aan hoor. Nee, echt niet. Ik ben teleurgesteld. Verdrietig en boos tegelijk. Ja, er zijn andere dingen waar ik me dan beter in kan verdiepen, waar ik blij van word. Ja. Nou, lieve schatten, jullie denken maar eens even heel goed na met wat jullie doen en wat jullie willen. Zo zeg ik, spreek jullie later wel weer. Lieve vrienden, sorry, ik moest dit kwijt, want ja. Ik hoef niet, Zwarte Piet toegespeeld te krijgen, van wie dan ook, want ik heb niks misdaan. Ik heb een schoon geweten, ik heb geen virussen op mijn toestellen, laat ik het zomaar even benoemen. Welk toestel dan ook, er zitten geen virussen op. Dus ja,
kom er dan niet bij mij ermee aan dat ik een virus verspreid. Want dan moet ik naar al mijn vrienden virussen verspreiden. Is niet gebeurd. En het kan niet alleen nog maar naar één persoon of bij wijze van spreken naar twee personen. Dat gaat niet. Want dan verspreid je, als je een virus op je toestel hebt, verspreid je naar iedereen waar je wat naartoe stuurt. Maakt niet uit wat, maar daar komt er een virus mee. Ja? Mooi. Knop dat goed in jullie oren. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ik ga naar de wc en ik ga mijn rollator klaarmaken, want ook dat moet nog. Die bus moet ik er weer in vastbinden, dus het duurt nog even voordat ik weg ben. Ze zeggen groetjes en tot later. Ja, lieve vrienden, ik ga patat in de oven gooien, zodat ik zometeen lekker een patatje kan eten. En ik ga Kandolf lekker eten geven en die meiden lekker eten geven. Ik moet nog een tas met boodschappen opruimen. Ik heb de televisie nog niet eens iets aan, want ik ben thuisgekomen van het collecteren. Ben ik naar het toilet gegaan, ik heb de meiden uitgelaten en dan ben ik net ook weer van thuis. Ik heb Karen even al gebeld, om te kijken hoe het daar gaat. Nou ja, die gaat zometeen ook even televisie kijken. Ja, wat moet je in de avonduren nog doen? Alles is donker, je ziet toch niks. Dus ja, dan blijf je lekker op je hotelkamer. Dus helemaal een toppie. Ja, geweldig. Dus ja, ik ga eventjes een patatje op bakblik gooien en in de oven doen. En dan kan ik straks tenminste fatsoenlijk eten met de televisie erbij. Ik moet ook nog een vlog in elkaar zetten. Dus ja, jullie weten het. Ik heb het zo druk als een klein baasje, vooral ook als ik collecteren moet. Dus ja, we gaan er gewoon weer voor. Ik heb enkel verrekte veel pijn in mijn rug. Ook ben ik aangevallen geweest. Ja, ik ben aangevallen geweest. Door een brievenbus. Ik moest even een kaart in de brievenbus doen omdat die mensen niet thuis waren. Voor de dierenbescherming. En ik werd aangevallen. Nou, je ziet het al, een pleister. Die bloedde als een rund. Ik kon er niet tegen aanlikken, want ja, je probeert toch te likken. En een klein prikje in mijn pink. Door een kat. En dan loop je voor dierenbescherming, ja. Nou, ik vervloekte dat beestje die aan de andere kant van die brievenbus zat. Want het deed me toch zeer, het doet nog zeer. Ik had tranen van in mijn ogen. Ik was draaierig en misselijk ervan. Ik ben nog niet helemaal in orde. Nou, en prikken? Als je welste. Maar ja, we gaan gewoon door. Ik wens jullie een hele fijne, liefdevolle avond. Geniet ervan met z'n allen. En ik zou ook zeggen, voor later op de avond, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En morgen weer gezond uit je bed zien te komen. Dus ik zeg, graag tot aan de andere kant van de nacht. Go!
Thank you.